Wij tonen volgens mij wel aan de afgelopen maanden dat of we nou goede fases hebben of mindere fases. Als wij als collectief op het veld staan, dan winnen ploegen over het algemeen niet zomaar even van ons. Dus daar gaan we alles aan doen dat dat zaterdag ook het geval is. Los van het feit dat we in de afgelopen maanden ook zeker wel onze mindere periodes gehad hebben. Maar zie ik wel een ploeg op het veld staan die karakter toont en die resultaten haalt. En uiteindelijk gaat het daar wel om in het profvoetbal. Alleen we zullen als totale ploeg nog twee keer, te beginnen morgen, ja, maximale energie en heel veel karakter er moeten instoppen. Want we willen graag nog twee resultaten halen. Is het weer de oude Jurgen Strandlassen die vorig seizoen ook zo goed bezig was? Of is hij nog beter zelfs? Nou ja, dat vind ik lastig te vergelijken met elkaar. Ook omdat we wat anders spelen. Maar het feit is dat Jurgen er goed in zit op dit moment. Want als spits sta je op het veld vooral om goals te maken. En die heeft hij gemaakt in de afgelopen periode. En ook een aantal belangrijke. Ja, daarnaast vind ik hem ook wel de dingen beter invullen ten opzichte van wat we hem hebben aangegeven eerder dit seizoen. Zie je ook bij de goal tegen Feyenoord. Vanuit diepte. Zo zijn er nog wel een paar kleine dingetjes op, waar hij zelf keihard aan werkt om zich daarin te ontwikkelen. I'm not the striker who dribbles 10 guys and gives an assist. I'm the guy you play to in the last 10 meters who can finish it off. But my father also says this, like, what's happening with you scoring all the goals in the winter? And I'm like, I didn't think about that. I only score Omhal in the summer and tap-ins in the winter, so yeah, but I'm used to the cold, hè? Huh? Ook kijk naar Heracles. Zij hebben het anders ingevuld deze week. Hè. Zij hebben een hele hoop jongens niet opgesteld in de beker, omdat volgens mij die trainer ook had aangegeven dat voor hun maar één prioriteit was en dat was zaterdag Groningen. Ze zijn thuis sterk op kunstgras. Ze zijn goed in positiespel. Zullen denk ik heel agressief gaan spelen, omdat ze al duidelijk hadden aangegeven waar de focus voor hun lag deze week. Wij tonen volgens mij wel aan de afgelopen maanden dat als wij als collectief op het veld staan, dan winnen ploegen over het algemeen niet zomaar even van ons. Dus daar gaan we alles aan doen dat dat zaterdag ook het geval is.